Het is weer zover. Ik ga weer een keertje een 1 uur lange PC Bits video doen. Dat is al heel lang geleden dat ik dat heb gedaan. Want wat ik namelijk ga doen, ik ga 1 uur lang packs openen in PC Bits 20. En ik ga kijken wat ik ga krijgen. En sowieso dat er zieke spelers tussen gaan zitten. Ik laat vooral wel de hoogtepunten zien. Dus ik laat niet het hele uur zien, want dat is niet zo heel veel aan. Maar wat ik wel ga doen is even een timer in het beeld monteren. Zodat jullie kunnen zien waar ik ongeveer zit in het uur. En ik ga ook hier echt een uur zitten. En dan moet ik natuurlijk wel een paar zieke spelers krijgen. Maar als jullie zin hebben in deze video, smet dan duimpje omhoog. 2000 likes zou super awesome zijn. En ik weet het goed gemaakt. Bij de 4000 likes dan ga ik een 2 uur lange versie maken. Dan ga ik 2 uur lang packs openen in PC Bits 20. Bij de 4000 likes. 2000 likes zou nice zijn, maar 4000 likes, dan ga ik dat doen. En vergeet natuurlijk niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Wij kwamen trouwens achter dat ik hier iets heb voltooid. 10 versus games winnen. Nou, dat heb ik dus gehaald. Dus dan kan ik deze rewards claimen. Krijg ik FUT Champions picks, 12 tokens en 200.000 coins. Dus dat is wel nice. Deze wil ik trouwens ook halen. Dat ik drafts ga winnen. Dan moet ik 10 drafts winnen. Dat doe ik een ander keertje wel. Dat is op zich ook niet extreem moeilijk. Maar dat komt wel. Daar gaat deze video niet over. Laten we maar gewoon lekker beginnen. Ik hou de tijd bij. Jullie zien de timer in beeld. En ik tel deze player picks trouwens ook gewoon mee als zeg maar packs. Het zijn een soort van packs. En ze zijn eigenlijk nog veel nicer als packs. Frenkie de Jong hebben we, maar die heb ik al. Coutinho heb ik nog niet. En dat is ook een hele chille kaart. Dus dan ga ik daarvoor. En dan kunnen we nog een Champions player pick doen. Ja, dit is zo lekker. Dit is zo lekker. Kolarov, die heb ik al. Frenkie de Jong heb ik ook al. Oké, we krijgen gelukkig nog wel een nieuwe. Nou, dan ga ik wel gewoon voor Nani. Dan heb ik gewoon in ieder geval weer een nieuwe speler erbij. En dat is op zich ook wel chill. En weer een special card. Maar volgende player pick, hier kunnen we dus ook normale kaarten krijgen. Maar we kunnen ook special cards krijgen. En we krijgen Haller. Dan ga ik daarvoor weer een special card erbij. Special card nummertje 3. Oh, dit gaat zo lekker, jongen. Cavani. Nee, nee. Oh, Pogba. Die is wel lekker. Of ik ga voor deze in vorm. Ja, ik denk die normale kaarten, die ga ik vroeg of laat toch wel allemaal krijgen. En die in vorms op dit moment, dat is gewoon veel chiller. Want special cards zijn gewoon wat moeilijker. Dus ik ga dan niet voor Pogba. Ook al is het een hele goede speler, ik ga dan gewoon voor die in vorm. En ik hoop dat we nu weer een nieuwe in vorm kunnen krijgen. Dit keer helaas niet. Maar dan ga ik voor Aubameyang, die is qua rating het hoogst. En is natuurlijk ook een goede speler. We hebben hier trouwens ook nog vet veel van die versus packs. Die zijn ook super nice. En we hebben 17 rare player packs, 11 premium player packs. We hebben allemaal packs die we kunnen openen. Ik ga het ook gewoon allemaal doen. En daarna ga ik trouwens gewone packs openen van die gratis packs die iedereen onbeperkt gratis kan openen. En dan laat ik daar de hoogtepunten van zien. Maar dit is wel nice. Dit is Mané. Dat kan haast niet anders. Ja, inderdaad. 89 rated Mané. Dit is echt een hele goede spits. Holy shit, dit is wel echt heel nice. En oh, ook nog een icon. En we krijgen nog Malen in vorm erbij. Woejo, Hernandez krijgen we. Oh, dit is echt heel lekker. Ik ga de laatste tijd echt heel hard in PC Bits. We gaan weer op naar de top in PC Bits. Weer een in vorm erbij. Dit is wel een van de mindere in vorms. Maar maakt niet uit. Die Maria er ook nog bij. Oh, dit is zo lekker. Wat is dit? Dit is... Huh? Ik weet niet precies wat voor kaartje dit is. Maakt niet uit. Met nog Isco, Robertson, allemaal goede spelers weer. Dus ik vind het alleen maar prima. Dan is dit de laatste draft superpack. En dit zijn echt de beste packs die je op dit moment kan hebben. En we krijgen nog een icon. Laat het even gewoon een 90 plus icon zijn. Dat zou echt heel chill zijn. Want daar heb ik er nog niet zoveel van. En het is 90 rated Luis Figo. Nice. Dit is een van mijn beste spelers op dit moment. En verder valt deze pack wel mee. Maar Luis Figo is wel echt heel nice. In de game mode versus kan ik die sowieso goed gebruiken. Oh, wat is dit lekker. Nog een versus match pack. Die verwacht ik niet heel veel uit. Maar weet je, vanaf nu wordt het meer hoogtepunten laten zien. Want ik verwacht dat we in heel veel packs ook helemaal niks gaan krijgen. Dus ik laat vanaf nu gewoon lekker de hoogtepunten zien. Die vorige packs, dat was gegarandeerd bijna iets goed. Maar dat gaat nu natuurlijk niet gebeuren in elke pack. Oeh, we krijgen nog Matthijs de Ligt. Nice. Die had ik dus blijkbaar ook nog niet. Ik heb trouwens nog best wel veel van die rare players niet. Dus eigenlijk in dit soort packs, van die 81 rare player packs, krijg ik echt veel nieuwe kaarten. Nou, in deze dan toevallig net wat minder. En hier maar 2. Maar in de meeste krijgen we echt veel. Hier hebben we ook nog 17 van deze rare player packs. Het is echt zo nice. Hier trouwens maar eentje. Maar ik mis vooral van die 81 plus rare players mis ik er veel. Maar we hebben nu een walkout. Dus dan is het sowieso een nieuwe kaart. In ieder geval de vorige PC Bits kreeg je
alleen mijn walkouts als je dan ze nog niet had. Maar ik dacht even dat ik Eden Hazard zou krijgen. Maar dat kan natuurlijk nu tegenwoordig ook Courtois zijn. Real Madrid, België. Ja, ik dacht even aan Eden Hazard, maar dat is dus niet het geval. Maar Courtois alsnog natuurlijk een hele goede keeper. Dus zeker nog steeds tevreden mee. Oh nice, Alderweireld 87 is niet deze walkout, maar het is wel een goede speler. Volgens mij zijn walkouts in PSV 20 vanaf 88. Als je ze dan nog niet hebt als normale kaart, dan is het een walkout, anders volgens mij niet. Maar dat weet ik ook niet helemaal zeker. Maar we hebben trouwens momenteel bijna 2400 kaarten. Oh joh, en we zijn eigenlijk nog maar net bezig met PSBits 20. Het is nu net een paar dagen uit. Dus we gaan wel echt heel lekker. En ik zit trouwens te twijfelen, want wat we zo meteen kunnen gaan doen, is namelijk deze packs openen van die gratis packs. Maar de kans dat je hier iets goeds uit krijgt, is echt in die mini kleine. Ik heb er volgens mij één keertje of twee keer een walkout uit gekregen. Maar meestal zijn het gewoon packs dat je een paar non-rare krijgt en een paar zilveren, één bronzen of zo. Kijk, dit is meestal een beetje wat je krijgt. En dat is voor deze video wat minder leuk. En wat wel leuker is, is natuurlijk heel veel nieuwe spelers krijgen. Dus wat ik ook kan doen, oh, ik moet even niet hierheen, ik moet naar de store. Wat ik ook kan doen, is bijvoorbeeld bij Void Packs gewoon vet veel zilveren packs openen. Want ik mis nog best wel wat zilveren kaarten. Want ik heb nu heel veel gouden. Collection, ik kan het even laten zien. Cards. Kijk, van goud heb ik er best wel wat. Maar van zilver mis ik er nog heel veel. Dus ik kan het best denk ik gewoon zilveren packs gaan openen. En dan gaan we die knallen. En dan ga ik denk ik vet veel zilveren spelers krijgen. En dat is nice. Want dan gaan we echt richting de 80% wel. Want op dit moment zit ik al op 63%. We gaan kijken hoeveel procent we erbij kunnen krijgen. En op dit moment heb ik al 51 kaarten erbij. Dus we hebben sowieso al een procent erbij gekregen. Dat is echt niet normaal. Maar we gaan kijken of we nog veel meer procenten erbij kunnen krijgen. Maar laat ik eerst maar even de packs openen die ik hier nog heb. Bij MyPacks. En daarna gaan we dus keihard zilveren packs knallen. En dan gaan we kijken hoe dicht we bij die 80% kunnen komen deze video. Nou, ondertussen heb ik al MyPacks geopend. Dus dan is het nu tijd om gewoon packs te gaan kopen. Zilveren packs. Ik kan hier zoveel van openen als ik wil. En kijk dan. Dit wil je hebben. Check hoeveel nieuwe kaarten. Hier krijg je zoveel nieuwe kaarten door. Dus dit is dan 100 keer zo nice. Eigenlijk als gouden packs openen. Oh, dit is zo lekker, jongen. Wow, yo. Oké, we gaan dus knijterhard qua kaart op deze manier. Als we in elke pack zoveel nieuwe kaarten krijgen, dan gaan we echt binnen no time die 80% misschien wel halen. Oh, dat zou zo awesome zijn als dat gaat lukken. Ik ga gewoon hier lekker een tijdje zitten, gewoon lekker knallen. Het kost trouwens wel veel geld om dit allemaal te openen. Want, ja, 3000 coins per pack valt mee, maar zo extreem veel coins heb ik natuurlijk niet. Maar op dit moment vind ik het waard, want als we zoveel nieuwe kaarten krijgen, dan is het gewoon waard. En zilveren spelers zijn voor SBC's ook gewoon heel belangrijk. En we hebben nu al meer dan 100 nieuwe kaarten in deze video. Alleen door die zilveren packs. Net hadden we nog maar 50 over de paar zilveren packs. En we krijgen er zoveel bij. Dat is echt niet normaal. Ik weet het goed gemaakt. Ik ga even 5 minuten kaart knallen met deze packs. En dan zie ik jullie daarna weer. We hebben nu 470. Dan gaan we kijken hoeveel we dan hebben. Oké, ik heb nu 5 minuten geopend. We hebben in totaal gewoon meer dan 150 kaarten erbij gekregen in 5 minuten tijd. Hoe bizar is dit? Dit is toch echt de insane voor woorden. Natuurlijk gaat het in de loop van de tijd wel steeds minder snel. Het gaat gewoon nu eventjes super snel, omdat ik gewoon nog heel veel zilveren spelers natuurlijk niet heb. En hoe meer je opent, hoe meer zilveren spelers je het echt natuurlijk bij krijgt. Maar dit is zo lekker. Dit is echt niet normaal hoe snel dit gaat. Op hoeveel procent zitten we momenteel? We zitten op 69%. Ik zat net op 63%. Wajo. Oh, dit gaat echt heel lekker. We gaan doorknallen. Ik wil echt gewoon die 80% halen deze video. Dat zou geniaal zijn. Oh, hier heb je die baas met die Avro. Er is ook maar één speler die zo'n zieke Avro heeft in FIFA. Ja, Fellaini, je kan er ook wat van. Maar deze is toch net wat zieker. En check dit dan weer zoveel kaarten erbij. Oh, yo, dit is echt gewoon een heel lekker gevoel. Het zijn niet de beste spelers. Maar het is gewoon zo nice dat je zo makkelijk nieuwe kaarten erbij krijgt. Dat is gewoon een chill gevoel. Helemaal omdat ik gewoon maandenlang PCBits heb gespeeld. En de hele tijd rond de 99% zat. En altijd aan het strijden was voor een paar nieuwe kaarten. Op dit moment is dit gewoon zoveel makkelijker. Echt te bizar voor woorden. Maar ik zie jullie zo meteen wel weer een keertje. En dan geef ik weer even een update. Oké, ik geef even een kleine update. We zijn nu ongeveer een half uur aan het opnemen. Ik heb momenteel de 2800 kaarten gehaald. Dat is echt te bizar voor woorden. Helemaal als je bedenkt dat ik begon deze video met 2349 kaarten. Dus ik heb nu al bijna 500 kaarten erbij gekregen. Maar ik ga nog een tijdje door. We zitten momenteel op de 73%. Dus als ik doorga op de manier hoe ik het nu doe,
ga ik waarschijnlijk die 80% halen. Maar wat ik ga doen, ik ga nu een tijdje no life voor mezelf openen. Ik ga de camera even uitzetten, ik ga gewoon openen. Even een half uurtje lang. En het leuke daarvan is dat jullie dan in één keer krijgen te zien waar ik dan ben. Hoeveel procent ik heb en hoeveel kaart ik erbij heb gekregen. Want weet je, zo meteen komt er mijn opa, die komt volgens mij mijn roostel halen. Die komt over 5 minuten. Dus ik moet elke even stoppen met opnemen. Dus in de tussentijd ga ik wel gewoon door met openen met packs. Maar ik moet eventjes klaar zitten voor hem als hij komt, zeg maar. Dus vandaar dat ik het even zo doe. Maar ik ga sowieso een uur lang openen. Daar hou ik echt rekening mee. Weet je, de video heet zo, dus dan moet ik dat ook echt doen. Maar dat zie ik jullie zo meteen. A few moments later. Het is ondertussen 25 minuten later. Dus we hebben nog heel eventjes. Ik mag nog 5 minuten packs openen. En zoals jullie zien, zitten we bijna op de 80%. Hoe bizar is dit? We hebben meer dan 3000 kaarten. 3033. En we begonnen met 2349. Dus we hebben nu al meer dan 600 kaarten erbij. Dit is echt bizar gewoon. Dit is echt heel bizar. Maar we mogen nog meer packs openen. En dat gaan we dus doen ook. Wel zilveren packs. En ik laat zo meteen ook even zien hoeveel zilveren spelers ik er nu bij heb gekregen. In vergelijking met het begin van de video. Want kijk, nu geen één nieuwe zilveren speler. Open ik nog een pakketje. Misschien één nieuwe speler of twee. Nou, het zijn er toevallig twee. Maar aan het begin van de video kreeg ik gewoon in elke zilveren pack gewoon echt gewoon bijna 8 nieuwe kaarten. Of soms 7 en soms gewoon 9. Nu krijgen we er weer eentje. Dus ik heb ondertussen zoveel zilveren spelers er al bij gekregen. En dat in één video tijd. Het is echt te bizar voor woorden. Maar hey, ik ga dus nog even 5 minuutjes openen. En volgens mijn berekeningen, zitten we nu op de 80%. Ja, we zitten op de 80% in PCBits. Hoe nice is dat nu al? Oh ja, ik kan ook meteen laten zien. Oh, fuck it, dan doe ik het wel meteen. Ik heb de zilveren vorm, die heb ik gepakt. Ja, toen was ik helaas niet aan het opnemen, maar die heb ik gepakt. Dus de enige zilveren vorm heb ik momenteel. Daarnaast heb ik bizar veel kaarten erbij gekregen. Als je kijkt hoeveel we er net hadden en hoeveel we er nu hebben, het is een bizar groot verschil. Dit is echt niet normaal. Qua normale kaarten ga ik echt heel lekker. Ik heb er al zo ontiegelijk veel. Maar we hebben er nog wel meer nodig, dus ik ga gewoon nog eventjes door. En dan gaan we misschien nog de 81% halen. Maar in principe maakt dat ook niet heel veel uit. En als je ook kijkt naar mijn coins, dan kan je ongeveer uitrekenen. Ik heb meer als, volgens mij ongeveer 200 zilver packs geopend met de coins die ik in totaal heb. Ik heb over 600.000 coins opgemaakt. Dat is bizar. Weet je, dat zijn in totaal 1800 nieuwe kaarten die ik dan heb bijgekregen. Nou, niet nieuw, maar in ieder geval kaarten die ik heb gekregen uit packs. En daarvan zijn er dus heel veel nieuw, maar lang niet allemaal. Ik heb meer kaarten gekregen die ik al heb dan dat ik natuurlijk nieuw heb gekregen. Maar desalniettemin, zieke video. We gaan nog heel eventjes door, want het uur is eigenlijk ook al wel zo goed als voorbij. Ik wil eventjes die 49 halen. Want ik heb natuurlijk, ik was begonnen deze video met 2349. Ik wil afsluiten met 3049. Want dan hebben we in totaal 700 nieuwe kaarten erbij gekregen in één video. Dan hebben we nu nog één kaart nodig. En dan laat ik het erbij. Dat is echt te bizar geworden. Ah, oejo, dan krijgen we er in één keer 4. What the fuck, de hele tijd krijgen we niks erbij en dan nu in één keer 4. Oh, ik dacht dat je tokens erbij kon kopen of zo. Ik dacht al, dat is helemaal niet Death Space bit. Maar in ieder geval, dit was het voor deze video. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. In totaal meer dan 700 kaarten erbij gekregen. Dus we zitten momenteel op de 80%. We gaan nu al hard op weg naar die 100%. Maar natuurlijk, qua special cards zijn we er nog lang niet. Bijvoorbeeld icons, dat zijn de kaarten die echt moeilijk te krijgen zijn. Daar heb ik er momenteel nog maar 8 van. We hebben nog bizar veel te gaan. En qua andere special cards hebben we ook nog heel veel te gaan. Dus voorlopig nog lang niet 100%. Maar qua normale kaarten gaan we op dit moment wel heel lekker. En dat is wel heel nice om te zien. Maar dat was dit voor deze video. Bedankt jullie voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten voor de 2 uur lange pack opening video. En dan heb ik tenslotte nog maar één ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later wapen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje nou leuk vond, dan vind je het filmpje wat hier komt te verschijnen waarschijnlijk ook wel leuk. Hoogwaarschijnlijk, want het is een beetje hetzelfde soort filmpje. En mocht je nog niet zijn geabonneerd, druk dan even hierop. Dan kan je abonneren op mijn YouTube kanaal. Blijf je op de hoogte van al mijn video's. En word je natuurlijk lid van de Bowser Army. Let's go!